Ik mag vandaag dan misschien net als andere wedstrijden wel heel tevreden zijn met de punten in ieder geval. Want ja, dat maakt, kijk, de andere wedstrijden spelen we best aardig. Staan we met rust voor. Maar ja, we kunnen hem niet over de streep trekken. En nou ja, dat soort dingen neem je mee. En dan ga je op een gegeven moment met de training weer aan de slag. En nou ja, vandaag gaan we weer zo'n momentje met rust voor staan. En ja, als ik dan zie hoe dat we dan op een gegeven moment de tweede helft ook spelen, hoe we het uitspelen. Ah, dan ben ik wel heel tevreden en trots eigenlijk. Dus maakt ook wel, je merkt het aan de hele groep. Ja, een stukje opluchting zit er misschien ook achter. Omdat je, ja, je bent eigenlijk met z'n allen, en dat hoor ik wel terug aan de groep, met z'n allen ergens mee bezig. Nou, en dan mag het zich een keer belonen. En nou ja, de manier waarop, de doelpunten die vallen lekker. Ja, dan is het gewoon mooi om te zien zo'n dag als vandaag. Ja, je verwees naar de eerste twee competitiewedstrijden waar jullie 1-0 voorkwamen en uiteindelijk toch nog 2-1 verloren. Ja, waar ligt dat dan aan? Is dat een mentale kwestie? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar het heeft meer eigenlijk de manier van spelen eigenlijk. We doen het anders dan de afgelopen jaren. Ja, dat heeft ook wel te maken met de positieinvulling. Ik moet toch ook wel jammer genoeg een aantal wissels toepassen. Maar dat heeft meer dan de oorzaak. Wat blessuregevalletjes. Je wilt toch ergens wel met vastigheid bezig zijn. Nou, ook vandaag wel weer wat wisselmomentjes gehad. Maar ja, dat hebben ze gewoon goed opgepakt en volwassen uitgespeeld. Ja, hoe kijk je naar de goals die gemaakt zijn? Uitgespeelde kansen. Je ziet op een gegeven moment, kijk, uiteraard kunnen doelpunten gelukkig vallen. Maar we hebben hier ja, wel wat momenten al gehad dat je nou ja, voorzetjes verhaal onder de bal komen. Nou, en als ik dan vandaag zie teruggetrokken bal, het inlopen. En nou, ik heb met Bas heb ik een linkspoot op de rechterkant en ja, ik kan hem er lekker binnen tikken. Ja, dat zijn wel mooie momenten en dat lukt dan even. Ja, dat is mooi. Dus nee, ja, ook die doelpunten tevreden. Mooi. Ja. En het is helemaal niet erg om een lelijke doelpunt te maken. Want ook lelijke doelpunten kan ik van genieten. Maar uiteraard, als het ergens een idee erachter zit en het pakt goed uit, dat zijn wel de mooiste. Ja, je zei het ook al mooi in het voorwoordje van het programmaboekje dat je hebt afgelopen jaar als supporter langs de lijn gestaan. Heb je de Manfred Graven natuurlijk hier, de oud-trainer aanwezig, dat hij meer voetbal in de ploeg wil brengen. Nu doe je dat zelf als trainer. Ja, hoe groot is die uitdaging voor jou? Nou ja, goed, het maakt, kijk, het verhaal Manfred neem ik mee, dat klopt. Ik denk ook dat Manfred hier kwam, dat hij een persoon was die bij KSV wat wilde neerzetten. En daar heb ik inderdaad toen met Manfred ook wel eens over gesproken. En wat lukt, wat is haalbaar op dat moment. En zo start ik afgelopen seizoen ook van, nou ja, je kunt heel veel willen. Maar je moet het met de groep moet je toch invullen. En ik merk wel op een gegeven moment, daar zijn we nu echt wel stappen aan het zetten. En dat het vandaag dan zo uitpakt, mooi. Wat is je doelstelling dit seizoen? Ja, doelstelling vind ik lastig. Het komt toch op een gegeven moment dat je richting de winterstop, ik denk dat je dan eigenlijk kunt zeggen hoe de plekjes een beetje ervoor staan. Ik dacht wel de eerste wedstrijd met AD, dan heb je echt misschien wel een titelkandidaat die hier op bezoek is geweest. Ik dacht HMC, dat zal toch een andere wedstrijd zijn. Het was ook een andere tegenstander. Maar goed, dan komt een andere mentale kracht misschien inderdaad even naar boven. Of je wel of niet die overwinning pakt. Nou ja, en als we dan zo tegen Ajax Bredebroek vandaag een mooie pot neerleggen. En de 0 achterin ook, wat ook heel belangrijk is. Nou ja, dan kunnen we echt tevreden zijn. Ja.